Hoi, Jesper hier en vandaag heb ik weer voor jou een nieuwe 10. 10 memes met een tragische achtergrond. En laten we maar beginnen bij nummer 10. Damn, Daniel. Deze meme ging rond in 2016, gepost door Josh Oz, waarbij Daniel te zien was in zijn nieuwe kleren. Het leverde de jongens veel publiciteit op, waaronder een levenslange voorraad aan fans. Maar voor veel mensen was het niet echt duidelijk waarom het zo'n bijzondere video was. Binnen een maand vond een anonieme gebruiker het adres van Daniel en haalde een grap uit, door met een stemvervormer de politie te bellen en te zeggen dat er een moord was gepleegd op dat adres. Al snel stond er een arrestatieteam voor de deur en bleek er dus niks aan de hand te zijn. Nummer 9. Star Wars Kid. De video die gezien wordt als de eerste echte meme is ook meteen de eerste die laat zien hoe aanwezig cyberpesten is. De video van de 15-jarige Reza die een golfclub gebruikte als lightsaber was nooit bedoeld om verspreid te worden. Maar een groep vervelende tieners ontdekte de video en stuurde het rond in 2003. Dit leidde tot heftige pesterijen, zowel online als offline. En Reza raakte in een diepe depressie. Mensen zeiden hem zelfs dat hij maar zelfmoord moest plegen. Maar in 2003 stopte Reza met school en kwam hij in een kliniek terecht. De studenten werden aangeklaagd door zijn familie. Toen Reza herstelde en uiteindelijk zelf afstudeerde in rechten, richtte hij een platform op tegen cyberpesten. Nummer 8. Advertentie voor plastische chirurgie. In 2012 was een Taiwanese model Heidi Ye onderweg naar de top van haar succesvolle carrière. Een snelle klus tussendoor bleek achteraf een shoot te zijn voor een kliniek die gespecialiseerd was in plastische chirurgie. En dat terwijl ze zelf nog nooit iets aan haar lichaam heeft gedaan. Maar het ging nog verder. De kliniek photoshopte er nog een heel gezin bij, die er veel slechter uitzagen dan zij. De foto ging snel viral en niet lang daarna werd de foto aan een vals bericht verbonden over een man die zijn vrouw had aangeklaagd. En niet zomaar aangeklaagd, nee, omdat ze had gelogen over de verbouwingen, maar hem wel lelijke kinderen had gegeven. Nummer 7. Grumpy Cat. Het maken van een Grumpy Cat meme is eenvoudig. Iedereen kent dit plaatje wel en er zijn allerlei teksten bij te bedenken. Inmiddels is de Grumpy Cat inspiratie geweest voor zowel een boek als een film. Maar niet alles lijkt zo rooskleurig in het leven van de Grumpy Cat. De originele kat had last van een aandoening waarbij de mond altijd zo chagrijnig stond, als gevolg van dwerggroei. Dwerggroei is een aandoening waarbij een deel van het lichaam niet helemaal groeit zoals het zou moeten. Het heeft deze kat in elk geval wel een groot succes opgeleverd, maar we zullen nooit weten of ze er ook echt van kan genieten. Nummer 6. Scumbag Steve. Mensen op het internet kunnen erg gemeen zijn. Dit overkwam Blake Boston. Zijn moeder plaatste een foto van hem op MySpace en niet veel later stond hij bekend als Scumbag Steve. Uiteraard was Blake niet blij met deze titel, maar het werd nog veel erger toen zijn Facebook-account werd gehackt en Blake dag en nacht werd gestalkt. Maar daar bleef het niet bij, want de trollen vonden zelfs echofoto's van het ongeboren kindje van Blake. En ook deze werd niet met al te aardige teksten verspreid. Blake probeerde erom te lachen en heeft later zelfs personen geholpen die ook slachtoffer waren van een meme. En we gaan door met nummer 5. I smell like beef. Eva Ryan kreeg in 2014 internetbekendheid toen ze als 2-jarige baby op hilarische wijze haar moeders woorden I smell like beef nadeed. Wat betekent ik ruik naar rund. Nu is Eva Ryan een Facebookster met meer dan 1 miljoen volgers op een pagina die anderen van haar gemaakt hebben. Maar het filmpje werd gemaakt rond de tijd dat de tante van Eva ernstig ziek was en Eva was slechts 1,5. In een interview zei de moeder van haar dat ze na de dood van haar zus het huis niet meer uitkwam. En als methode om zichzelf en haar familie op te vrolijken begon ze met het filmen van het hilarische gedrag van haar dochter. En dan op nummer 4. Smash, smash, smash. In 2013 was een lifter genaamd Kai McGilfrey getuige van een incident op een snelweg in Californië. Een man viel een vrouw aan en Kai sprong ertussen. Later verklaarde hij in een interview hoe hij tussen beiden was gesprongen en hoe hij de man op de grond had geslagen. Smash, smash, smash. Deze quote ging vervolgens viral en er werd zelfs een nummer omheen gemaakt. Maar terwijl hij steeds meer befaamdheid kreeg, werd hij ondertussen verdacht van een moord. Hij zou een 73-jarige advocaat dood hebben geslagen in New Jersey. Dit jaar vindt zijn rechtszaak plaats en toch blijft hij vanuit de gevangenis allerlei nieuwe video's uploaden. Nummer 3. Dodge. Dit woord is inmiddels aan het Amerikaans-Engelse woordenboek toegevoegd, omdat het vaak wordt gebruikt als vervanging voor het Engelse woord dog. Maar het woord is afkomstig van memes. Het woord werd voor het eerst gebruikt bij deze foto in 2010. Daarna, in 2013, kreeg het woord de betekenis van zachte puppy.
maar de hond die voor het eerst in zo'n meme stond, bleek achteraf een straathondje te zijn dat alleen even werd gebruikt voor de foto van een blog. De hond werd daarna wel naar het asiel gebracht, maar in feite verkeerde het hondje dus in slechte staat toen de foto werd genomen. En dan op nummer 2. Success Kid. Iedereen kent de foto van het kind op het strand dat zijn vuist balt en een tevreden gezicht trekt. Je zou denken dat dit beroemde kind dan ook een geweldig leven heeft. Maar Sammy, zoals het kind heet, heeft niet altijd zoveel succes als de foto doet denken. Sammy werd 6 weken te vroeg geboren en moest een hersenoperatie ondergaan. De kans dat hij zou overleven was 1 op 20. Gelukkig is het gelukt en kon Sammy goed opgroeien. 2 jaar nadat de foto rondging, werd zijn gelukkige leventje weer overhoop gegooid toen zijn vader kanker kreeg. En dan gaan we nu door met nummer 1, Pepper Spray Agent. Deze meme begon nogal tragisch, zoals je wellicht al had verwacht. De foto komt van een protest van studenten van de Universiteit van California. Omdat de studenten niet weg wilden gaan, besloot een van de agenten het heft in eigen handen te nemen en de studenten in het gezicht te spuiten met pepperspray. Maar het werd alleen maar erger. 11 protestanten moesten naar het ziekenhuis toe om het spul goed van hun gezicht te halen. De agent werd uiteindelijk ontslagen. Vond je deze video tof? Check dan ook de volgende 10 internetmysteries. Wil je die video zien? Klik op de video op het scherm rechtsboven in de infocard of op het linkje in de videobeschrijving. Abonneer op 10 voor elke week 2 top 10 lijstjes en dan zie ik jou de volgende keer bij een nieuwe video. Tot ziens!